Claudia de Breij weigerde lange tijd om zich uit te laten over het wangedrag van haar bevriende tv-collega Matthijs van Nieuwkerk. Ze verwees naar haar oudejaarsconferentie, waarin ze dan zou reageren. De passage over Matthijs bleek zaterdagavond echter wel heel erg kort te zijn, en ook niet bepaald spraakmakend. Een teleurstelling, vindt privébaas Evert Santegoedset. Ik heb Claudia de Breij gezien en dat viel me niet helemaal mee, moet ik zeggen. Ik vond dat het te langzaam op gang kwam om het tegen het einde nog goed te maken, zelfs met de hulp van Tchaikovsky, zegt hij in zijn podcast Strikt Privé. Hij vervolgt, ik vond hoe zij zich afmaakt van die De Wereld Draait Door affaire echt zo teleurstellend. Als je nou 6 weken je mond houdt en 6 weken zegt, wat ik te zeggen heb doe ik in de oudejaarsconferentie, en je komt daar niet verder dan, van Nooyenkirchen, dan denk ik, nou, dat is iets te makkelijk, zus. Claudia bewijst maar weer eens van de linkse kerk te zijn, aldus Evert. Als ik dan de enorme uithalen zie naar Rutte en de Mol, dan denk ik, dat is typisch de linkse kerk die elkaar de hand boven het hoofd houdt. Ik vond het echt ver onder de maat van wat je van een cabaretière van haar mag verwachten. Vanavond zit Claudia in de seizoensopener van Eva Jinek. Die heeft Claudia de Breij te gast en die moet dan toch maar eens even doorvragen over De Wereld Draait Door, lijkt me, want op dat punt en niet alleen op dat punt heeft Claudia wel flink teleurgesteld, vind ik. Thank you.